Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video en in deze video ga ik je iets meer vertellen over HDR software en eigenlijk over een hele specifieke HDR software en dat is Aurora HDR 2017. Dit is de laatste versie die uitgekomen is. Vorig jaar is de allereerste versie uitgekomen en dit product, deze software, werd gelanceerd als de meest uitgebreide HDR fotobewerkingssoftware die er zou moeten bestaan. Nou, ik ga kijken of dat zo is. En met deze video krijg je gelijk een beetje een gevoel van hoe alles eruit ziet en ook welke mogelijkheden er allemaal zijn. Nou, voor deze test ga ik een aantal foto's inladen die ik enkele weken geleden gemaakt heb. Ik heb hier drie foto's die gemaakt zijn vanaf de Euromast. Ik ben hier overbelicht begonnen met een plus 1 foto. En ik heb stappen van 2 stops gemaakt, waardoor ik dus een HDR-reeks krijg van min 1, plus 1 en plus 3. De foto's gemaakt recht tegen het licht in. De zon was op dat moment al onder, maar zoals je al kunt zien, er was wel een hele mooie gloed in de lucht, zichtbaar. Nou, het landschap was heel erg donker, daarom ben ik ook doorgegaan tot plus 3, zodat er wat meer detail in de voorgrond en in de gebouwen dus komt. Nou, dit is eigenlijk de eerste scherm als je de foto's geselecteerd hebt. Ik klik hier heel even alignment aan. De foto's zijn gemaakt vanaf statief, dus in principe zou deze instelling niet nodig zijn. Deze heb je wel nodig als je vanuit de hand een HDR gemaakt hebt, maar omdat ik op de Euromast stond en het behoorlijk wijde, heel misschien dat er wel een kleine trilling of beweging is geweest, waardoor de composities niet 100% gelijk zijn. Dus voor de zekerheid zet ik alignment hier aan. En mocht er een kleine verschuiving geweest zijn, dan zal de software die kleine verschuiving ongedaan maken. Nou, daarna klik ik op Create HDR en Aurora HDR 2017 gaat aan de slag. Nou, het is niet de eerste foto die ik nu samenvoeg in deze software. Wat me opgevallen is, het laden van de afbeeldingen duurt toch wel relatief lang. Dus je moet wel even geduld hebben. Hij staat nu nog steeds op 1%, maar straks gaat het wel ietsje sneller. Kijk, je ziet het al. Nou, ik kan al gelijk iets vertellen over de interface van Aurora HDR 2017. Aan de zijkant, wat je daar ziet, je ziet al ontzettend veel schuifbalkjes. Heel veel hebben er te maken met HDR, tone mapping. Als je meer hebt gedaan met HDR fotografie en het samenvoegen van HDR beelden, dan komen enkele van deze schuifbalkjes misschien wel bekend voor. Dit bovenste gedeelte, dit is eigenlijk al wel een van de belangrijkste onderdelen binnen de software, omdat je daar echt de HDR look and feel kunt gaan bepalen. Je kan daarmee gaan bepalen of je echt zo'n hele zwaar bewerkte foto wilt hebben of dat je voor een iets realistischer resultaat wilt gaan. Ik scroll straks nog wat verder naar beneden. Waar ik al gelijk heel even nu naartoe wil, is naar dit bovenste gedeelte, layers. En dat is voor veel HDR-liefhebbers wel een hele waardevolle toepassing. Zeker ook als je met Photoshop gewend bent om te gaan. Daar kan je natuurlijk al werken met lagen. En eigenlijk heb je hier alle mogelijkheden die je kunt verzinnen. Die je nodig hebt met HDR-fotografie. Ook alle mogelijkheden die je gewend bent met in Camera Raw of in Lightroom. Die vind je eigenlijk hier aan de rechterkant terug. Zo heb je heel veel controle over. Nou, de witbalans natuurlijk, de verzadiging, structuur. Nou, ook HDR-structuur en HDR-detail om het nog helemaal verder in detail bij te werken. Er zit een goede ruisreductie in, wat ook belangrijk is bij dit soort type fotografie en fotobewerking. En naarmate je verder naar beneden gaat, details gaat natuurlijk over het verscherpen. En het houdt bijna niet op. Je ziet dat er ongelooflijk veel mogelijkheden zijn. Nou, deze video is even bedoeld als een korte rondleiding door het programma. Dus ik ga niet in detail in op al deze mogelijkheden. Dat zou deze video ook ontzettend lang maken. Maar wat je ongetwijfeld nu al opgevallen is dat je
is dat je heel veel secties hier aan de rechterkant terugvindt die je ook gewend bent in Camera Raw en in Lightroom. En dat maakt het wel fijn, want ondanks dat dit een nieuw programma is en zeker als je besluit dit programma te kopen en daarmee aan de slag te gaan, doordat je al wat ervaring hebt in Photoshop of in Lightroom, komt dit toch niet helemaal nieuw over, waardoor je toch heel veel van de functies direct vlekkeloos kunt gaan gebruiken. Nou, wat ik net ook aangaf, je kan met lagen werken, wat ontzettend fijn is. Als de foto eenmaal samengevoegd is, komt hier als original image te staan. Maar je kan hier gewoon een laag toevoegen door op het plusje te klikken. Nou, als je daarop klikt, dan krijg je gelijk een aantal mogelijkheden. Je kan kiezen voor een adjustment layer, zoals je dat ook in Photoshop gewend bent. Waardoor je dus nu direct aanpassingen kan maken. Wat je ook kan doen is dat je een van de HDR bracketing foto's nog een keertje inlaat om daar bijvoorbeeld nog een extra bewerking op toe te voegen. En als je eenmaal de laag hebt, kan je als je op de rechter muisknop klikt ook weer maskers gaan gebruiken. Dus eigenlijk alle functionaliteiten die je gewend bent wat betreft het maken van lagen en maskers, het zit er eigenlijk allemaal in. Mocht je al iets gedaan hebben met Luminosity Mask, ook daar zitten er mogelijkheden voor in. En als je met de muis op het histogram gaat staan, kan je bepaalde zones selecteren, waardoor daar een masker van gemaakt wordt. En dat is natuurlijk erg handig. Hiermee kan ik bijvoorbeeld aangeven om er een masker te maken van alle delen in een foto die in zone 8, 9 en 10 vallen. En daarmee pak je eigenlijk alleen de allerlichtste delen. Je ziet ook dat het direct geselecteerd wordt. Dus in dit geval heb ik hier een klein randje in de lucht te pakken. Als je een iets groter gedeelte van de lucht zou willen hebben, dan moet zone 7 er nog bij. Je ziet gelijk dat het gebied wat groter wordt. Nou, het fijne is natuurlijk dat hier wordt nu automatisch dan kun je een automatische masker van laten maken. En op dat masker kun je vervolgens specifieke bewerkingen loslaten. Nou, dit is een techniek die vaak toegepast wordt. Zeker in de hele donkere delen en hele lichte delen van een foto. Zodat je daar nog net iets meer detail in kunt krijgen. Wat ik ook even wil laten zien, zijn er mogelijkheden wat betreft de presets die erin zitten. Je ziet ze hier onderin al staan. Moet ik wel goed klikken. Nou, ik klik op de verkeerde balk. Dit is hem. Je ziet hier al behoorlijk wat mogelijkheden en presets die je kan selecteren. En dit zijn vrij harde bewerkingen als ik het zelf zeg, hoewel, dit zit binnen de categorie Realistic HDR. Dus dit zijn wel de meest realistische presets die erin zitten. Je ziet al vrij veel detail nog hier in de lucht, maar het hangt er een beetje vanaf van wat voor soort HDR-foto's jij natuurlijk houdt. Wat wel fijn is dat je ook direct hier bij Amount, dat je dat wat lager zou kunnen instellen om een bepaald effect, als jij het HDR-effect te hard vindt, dan kan je het hier eigenlijk gelijk ietsjes mee afnemen. Nou, als je hier op de categorie klikt, vind je nog heel veel andere categorieën terug, waaronder van Trey Radcliffe. Hij is onder andere betrokken geweest bij de ontwikkeling van deze software. Hij staat zelf ook bekend om zijn vele HDR-foto's. Dus daar vind je een aantal presets van terug, van een aantal bekende fotografen. Maar ook echt gericht op bijvoorbeeld landscape, of als je van het hele dramatisch houdt, of misschien pas jij veel HDR toe op indoor fotografie. Nou, daar zijn eigenlijk allemaal presets al voor beschikbaar. Nou, je kan natuurlijk ook presets markeren als favoriet door hier bij een preset op een sterretje te klikken. Dan vind je ze hier ook terug onder de categorie favorite. En als je zelf veel eigen bewerkingen maakt en je ontdekt dat je bepaalde dingen iedere keer opnieuw doet, dan kan je ook je eigen presets gaan maken. En dat is natuurlijk ook ontzettend leuk. Dus dit is een soort van preset bibliotheek waar je gebruik van kunt maken en zelf. Wat ik meestal zelf doe, is ik kijk welke ik het mooist vind. Vaak kom ik dan wel in deze categorie uit van realistic. En als ik helemaal een preset gevonden heb waarvan ik denk, nou, dat vind ik wel mooi bij deze foto passen. Bijvoorbeeld deze. Hier heb je lekkere mooie verzadiging in de lucht. Misschien een beetje te. Maar nogmaals, dat heb ik ook in eerdere video's wel eens gezegd. Presets, je moet niet altijd verwachten dat het resultaat direct perfect is.
presets zijn een hele goede basis om mee verder te gaan. En als je eenmaal een preset gevonden hebt die een beetje in de richting zit van wat jij mooi vindt, dan kun je vervolgens gewoon nog hier aan de rechterkant bij de schuifbalkjes gaan kijken om te kijken of je het helemaal naar wens krijgt. Nou, ik ga deze layer even verwijderen. Dat doe ik door hier op het minnetje te klikken, zodat ik weer terug ben op de originele foto. Nou, laat ik deze preset even als basis gebruiken. Nou, hier vind je dan al gelijk heel veel instellingen terug. HDR look staat hier op min 100. Dat betekent dus dat er niet echt een heel erg HDR look in zit. Als dat extreem is, vind ik het persoonlijk ook niet super mooi. Nou, je ziet nog wel dat het vrij donker is hier in de voorgrond. Dus de schaduwen mogen wat mij betreft wel ietsjes opgelicht worden. En je ziet dat het gelijk bijgewerkt wordt. Hier vind je regelmatig linksonder in processing. Dus dat betekent dat hij nog even bezig is om het bij te werken. Afhankelijk van welke bewerking dat is natuurlijk. Want de ene bewerking is zwaarder dan de andere bewerking. Nou, nogmaals, hier aan de rechterkant vind je ontzettend veel mogelijkheden. Dus dat is heel fijn. Je vindt hier bovenin zoom mogelijkheden. Je kan ook gewoon scrollen met je muis. Wat ook fijn is. Je ziet wel dat het effect even weg is. Dus hij moet weer even bijwerken. En ja, afhankelijk van hoe groot je foto's zijn. Deze foto's die ik hier gebruik zijn relatief groot. Ja, kan het heel even duren voordat hij dat bijgewerkt heeft. Nou, zitten er nog wat andere handige knoppen hier voor bovenin. Je kan ook hiermee in en uitzoomen. Je kan ook op dit knopje klikken waardoor de foto weer direct in het beeld past. Dus dat zijn eigenlijk allemaal handige knopjes. Je hebt hier nog een penseel, een brush, waarmee je, als je met lagen en maskers gaat werken, dan kom je daar zeker mee in aanraking. Dus al met al is Aurora HDR 2017 een heel compleet programma. HDR schuifbalkjes die je gewend bent van bijvoorbeeld voor de Mavic zitten erin, maar daarnaast zitten er ook heel veel schuifbalkjes in die je gewend bent van Camera Raw of Lightroom. En daarbovenop komt ook nog eens de mogelijkheid om met lagen te werken. Dus eigenlijk een heel compleet programma. Doe jij veel met HDR fotografie? Zeker de moeite waard om eens een proefversie te downloaden van deze software om te kijken of het bij je past. En mocht je het interessante software vinden, dan raad ik je aan om zeker even bij de blog te kijken die bij deze video hoort, want onderaan die blog vind je nog een kortingscode terug waarmee je direct kunt profiteren van korting als je de software gaat aanschaffen. Nou, tot zover deze video, deze rondleiding. Wellicht dat ik in de toekomst nog wat meer video's maak over een bewerking binnen Aurora HDR 2017. Tot zover deze video en bedankt voor het kijken.